Hoi, ik ben Roon ter Lange van Motive Media & More. Met een interactieve video kun je zelf de richting in het verhaal kiezen. Maar je kunt het ook gebruiken als trainingsvideo. Zo kun je leren hoe een apparaat werkt. Of een website, bijvoorbeeld die van Motive. Ik scroll er zo doorheen en ik klik erop. Dat klikken, dat scrollen, kunnen we namaken door te filmen. En die button kunnen we interactief maken. Ook een website of computerprogramma kun je interactief maken. Dit is bijvoorbeeld Photoshop. We laten hier zien hoe je de achtergrondkleur in deze foto kunt veranderen. Een interactieve video heeft gewoon heel veel mogelijkheden, ook voor jou.